Goedemorgen, lieve vrienden. Zo, Liesje legt nog lekker even op bed. En Neetje Krandal legt in mijn armen. Ja, goedemorgen lieve vrienden. Zoals jullie zien leg ik nog lekker even op bed. En Neetje Krandal legt in mijn armen. Dus ik zeg een hele goedemorgen. Welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de beestenboel. Daar ligt er ook een. En onder het dekbed ligt er ook nog een. Dat is Rijka. Ja, oh ja, ik heb hem niet op de wiel staan. Maar ja, ik kan ook even nog zo doen. In ieder geval, we zijn vandaag op vrijdag aanbeland, de 19e alweer. En vanmiddag komt Astrid, zoals jullie wel weten. Ik ga er zo meteen met een half uurtje ongeveer eruit, even lekker bijkomen met mijn diertjes. En daarna ga ik me lekker eventjes op tutten en doen. En dan zien we elkaar dan wel weer. Dus nogmaals, welkom bij een gloednieuwe vlog. Van Corina en de beestenboer. Ja! Jij. Hi, kerel. Of zo'n liefde. Hij is zo'n lieve kerel. Hij is zo'n lieve. Ja, nu. Ach, goedje dan. Ach, goedje dan. Een spinnenkoppie. Hé, zo'n klein spinnenkoppie. Jo. Ik ga toch even proberen om hem stabiel te krijgen. Momento. Hoe moet ik het ook weer hebben? Weet ik niet. Hij zal wel leeg zijn. Is niets gaan branden. Ja, dat is het. Ik moet hem loskoppelen. Zo. Ja, nou wil die del. Oh, dat is mijn stop. Oepsie, de poepie. Hey, Elwing. Hey, Elwing. Even de voorlang. Zo, naar het weer beneden. Het gaat wel een beetje moeilijk hoor. En nou? Nou en hier al, waar ik mijn hand nou heb, daar ligt Rijka onder. Die kruipt altijd onder het dekbed, bang dat ze, hoe heet het, bang dat ze, kom maar, dat ze koud krijgt. Maar ja. Maakt allemaal niet uit, lieve vrienden wel. Nee, gaat allemaal goed komen. Ja toch? Dus, daar mag je niet aankomen. Dat is net niet wat aan mijn armbandje hangt. Mag je niet? Nee! Echt niet, mag je niet. Hè? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Ja, daar zijn we weer. Ja, ja. Rijka die lag op de bank, maar ze zit nu. Zit daar. En Elwing die zit er ook bij. Hé, Elwing. Rijka. Joehoe. Wat een herrie, hè, horen we. En Krandal, nou ja, die slaap, waar is die? Oh, die zit daar. In de verte. Die is net binnen. En wij gaan zo naar buiten. Waar de vogeltjes fluiten. Ja. Yeah. Trek er even een blokje om. Gewoon, ik denk om de gracht. Ik ken nog wel. Ja, het is half 12. Om pas om 13:30. 13:30 is 13:30, dus dan heb ik nog ruim voldoende de tijd.
Dus dat komt allemaal wel goed. En ik zie wel. Ja toch. Dan heb ik mijn bruine jurk weer aan. En ik heb niet mijn bruine laars. Want ja, die heb ik bijna nooit aangehad. Die zijn zo goed overnieuw. Dus die zijn niet uitgelopen bij niks. Dus ja, dat is niet zo fijn met lopen. Dat doet zeer. Dus mijn oude laars er maar bij aangedaan. Die zitten lekker, die lopen soepel. Daar heb ik geen problemen mee. Mag ik paardje rijden, Elwin? Rijken bedoel ik. Paardje rijden. Hé? Maar oké, lieve vrienden. We gaan er vandoor. En ja, mijn mobiel is ook niet zo meenemen. En ik neem de houder ook mee voor het geval dat. Is het niet het geval dat, ik mag niet te gebruiken. Maar het geval dat, ja, dan moet ik hem gebruiken. Ja toch? Het zonnetje schijnt trouwens ook. Ja, een beetje water. Maar oké, hij is er. En daar geniet ik dus van. Ja, ondanks dat ik verdrietig ben, om meerdere redenen, word ik toch hier wel weer een beetje blij van. Vrolijk de mens wat op. Ja toch? Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, ik wil ook nog eigenlijk een vlog opdragen aan Jolanka, maar ik ken dat nou nog niet, want ik zit ook met mijn mannetje en mijn schoonmoedertje. Het is vandaag, hoeveelste is het ook weer, de 19e, zei ik er vanochtend. Ja, nou, morgen de 20e, dan is mijn zoon jarig, Harret van Beek. Maar mijn schoonmoedertje had ook jarig kunnen wezen. Want 4 jaar geleden gingen we toen naar mijn schoonmoedertje toe. Ja, die was toen jarig. En toen was Jack er nog, mijn mannetje. En 5 dagen later piept hij eruit. Dat is niet leuk. Au, ja. Echt. Maar ik ga er vandoor. De wasmachine die draait ook op spoelen. Want deze grote jonge dame die had gisteren gebraakt in de mand. Dus ja, dat moet gelijk even schoongemaakt worden. Ja, toch? Dus dat is nou aan het spoelen. Dan krijg je straks er nog meer dierenspullen erbij. En dan is het voilà. Ga maar wassen. Ja. Dan moet die wasmachine tegenkomen, toch? Nou, tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis en het was eventjes mooi, de deek, hè, dat ik wel veel beter in kan zoomen. Ik vind dat prachtig, ja. Daar doe je het voor, hè. Maar het was koud. Ja, het was koud. Voor de rest was het warm, ja. Ik had eigenlijk te veel aan wat me zeggen. Ik moest wel mijn handschoenen aan, dat weer wel, maar onder mijn jas had ik ook mijn vest nog aan en dat werd eigenlijk te veel. Maar ja. Gedaan een zaken nemen, geen keer. Nee toch? Die dame. Die daar ligt. Die heeft mijn best laten trekken. Want ik moest tegentrekken, want ze ging mij te hard de helling weer af. En maar trekken die twee. Nou, ik ben bijkant. Mag ik nu rustig weten. Pijn in mijn rug tot de met. En ik ben al lang niet klaar. Ik wil de bank verschoond hebben. Ik heb gewoon een andere laken daarvoor. Ik moet nog eten, ik ben met de vaatwas bezig. Dan moet je dat toch wel, ja. Dat rek je in mijn hoofd. Dus ik wil het wel graag doen. Maar ik zie wel waar ik hangen blijf, dat ik niet meer kan. Ik moet wel aan mijn eigen gezondheid denken en aan mijn lichaam luisteren. Dus. Maar in ieder geval, die is moeilijk daar.
Ja, moet ze me niet trekken, gaat ze me nog geweest. De volgende keer als het weer van het mooie weer is, pak ik de booster. Ja, dan kan ik rennen en dan heb ik geen last. Ja, omdat ze nou Pietje poepen moesten, weet je, dan moet je toch lopen. Nee. Maar ja, we hebben ook andere hondjes gezien. Ja hoor, hartstikke leuk, hartstikke mooi, hartstikke fijn. En ik weet ook dus nou waarom die dwanghekken, of dranghekken, hoe noem je die dingen, voor de op die talud stonden. En je de dijk op kon, naar de uitkijk stond. Waarvoor ze daar stonden. Aan de andere kant, als je weer naar beneden gaat, lag een berg sneeuw van een paar meter hoog, 2-3 meter hoog. Ja, daar kan je er niet langs. Ik heb het nooit niet gezien. Nee, want zo ver kwam ik niet. Het was veel te koud om dat door te lopen, ja. Maar nou weet ik dus, ja, logisch als ze dan... Want we hadden een auto zich vastgereden erin. Dus ja, die stond daar ook. En ja, dan kom je er tegenaan. En dat moet je niet hebben, krijg je ongelukken van. Rijka niet doen. Nou ja, het is 10:50. Ik ga een hapje eten en een bakje koffie doen. 1:30, dan komt Astrid weer. Dus dan zien we wel weer. Ik wil zeggen, lieve vrienden, geniet van het prachtige mooie weer. Het is heerlijk, zonnetje erbij. Dus ja, wat willen we nog meer? Geniet. Ik heb lekker in de lucht te zitten. Heerlijk. Vitamine D. Pak het. Dan heb je het. Want dat moet je hebben. Vitamine D. Heerlijk. Nou, geniet ervan. Ik zeg het tot later. Nou, lieve vrienden. Astrid is er al, maar ze wil niet in beeld. Terwijl het zo'n mooie vrouw is. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Nee. Het is zo'n beautiful woman. Maar ze wil niet. Maar, hoor. Ik heb weer een pakje. Ja, gelijk weer een afvalzakje. Hé, dat rijmt. We gaan er weer openen, wat erin zit, ik weet het niet. Maar ik mag wel uitkijken, want misschien zitten er wel een heleboel pakjes in één. Doen ze ook tegenwoordig, hè? Wat zeg ik? In een zakje. Weer één. Weer één. En de rood. Wie kwijt er niet eer? Is het drukte niet weer, zeggen we dan. Dus we beginnen hiermee. Ja, echt waar. Nou. Jeetje, Mina. Ik weet niet wat voor lijn ze gebruiken. Kijk het maar. Ik weet echt niet wat voor lijm ze gebruiken. Wat een herrie toch? Ik dacht dat je die auto niet behoorde aan te horen komen. Maar... Dat zou moeten zijn. Jees! Ja, ik heb ze binnen. Die. Ja, maar die had ik ook al. Nee, zie je wat erop staat? Ja, die ga ik straks ook. Nou, die had ik ook al nieuw. Hij legt je in een deuk, joh. Maar. Ja, maar dat vind ik niet erg. Nou, ik moet eerst zien of ik dit weer open kan krijgen. Oh. Ik zou bijna wat anders wat gaan zeggen, maar we houden het netjes. Ja, leuk hè? Ik had het vandaag verwacht. Nou, weer een afvalzakje. Ja toch? Dit is kleding, zeg het maar even. Maar ik moet even zien, oh, daar is de opening. Ik zie nog niet wat het is.
die is heel donker van kleur. Oh ja, ja, ja. Een nieuwe broek. Dat is met rijen pijpen. De volbroek. Maar dat moet passen, hè? Ja, dat moet passen. Ja. En nou het grutten. Aan deze kant. Hier hebben ze het ook nog met plakband nog eens een keer gedaan. Deugen die lui wel. Ja, maar ik ben altijd bang dat je dat één knipt, hè. Ja, ik ja, daarom. Knopen op de zijkant, zo zie je. Ja. Ja, en ook een wijde kool. Want die dames die showen, nou die hebben die kool hier al zitten. Ja. Met blote schouders. Nou, nee, dat wil ik niet. Ik doe die kool omhoog. Nou, en dan op die zolbroek. Ja hoor, dat kan. Mooi hè? Ik ben weer blij mee. Denk ik dat de mouwen omgeslagen moeten worden. Nou, lieve vrienden. Mooi toch? Ja, ik ben er blij mee. Lekker pur. Nou, ik heb mijn koffie nog staan. Ik ga die oorbellen proberen. En ik sluit gelijk weer af. Straks zien jullie dat wel. Ik moet nog met Astrid even nog verder afbabbelen. Komt helemaal goed. Tot later. Ja, lieve vrienden, dan ben ik weer even retour en back en back en back en back af. Ja, als je wilt weten wat ik allemaal gedaan heb, en dat met mij weer aan. En dan denk je ook van ja, maar je had toch je huishoudelijke zorg Astrid aanwezig? Ja, die is boven bezig geweest. En ik had van de hoeslakers allemaal ook fruitjes op mijn matras. Dat is in de loop der jaren eigenlijk alleen maar erger geworden en nooit weggehaald. Nee, maar dat moet wel weg. Nou is ze dus bezig geweest met de stofzuiger en nou neemt ze andere week een scheermesje mee om dat proberen los te halen van dat matras, al die pluisjes. Maar het is ook een matras die je eigenlijk behoort om te draaien. Eén keer in de maand. Dan is zo, dan is zo. Weet je wel? Wordt ook niet gedaan. Maar ik ben hier beneden bezig geweest. Ik heb de bank helemaal afgezogen. Voor, van achter, van onder, van boven, van links naar rechts. Ook op de kant gehad om de poten schoon te plukken. Want ja, er komen haren aan en stof aan. Dus dat wil je eraf hebben. Zo ook iedereen met de stoelen. En ik heb helemaal de hele beneden verdieping gestofzogen. En de trap voor de helft gestofzogen. Ik ben aan het einde van mijn Latijn. Dat moet nou eigenlijk nog, maar het hangt me niet op mijn rug. En ik denk, ga mezelf denken, ik neem zometeen medicijnen voorwege mijn rug, want ik kan niet meer. En ik moet straks ook wel weer de woefwaffies doen. En hoe vinden jullie mijn oorbellen? Ja, pentagram, hè? Nou, zie je, ik ben een heks. Maar wel een goede heks, hè? Ja, 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 ja. Ik ben geen kwaaien, nee. Ja, dat nou heb ik er drie. Oh, wacht even. Hier ook handje. Dat is ook een pentagram. En deze, nou ja, kan jullie het nou beter zien? Ja, hè? Ja. Nou, ik heb even een bak koffie gemaakt, lieve vrienden. Want daar ben ik wel aan toe, een bak koffie.
Ja, eigenlijk de salontafel nog schoon, de televisiehoek moet nog schoon, mijn bureau moet nog schoon en de eettafel moet nog eventjes ook opgeruimd worden, want dat is één jaar, dat kun je gewoon weggooien. Dat, ja, ik kon geen stap meer verzetten dat ik klaar was. Ik zeg tegen haar, dus ik pak de stoel alsjeblieft even. Ik kon niet meer. Nou ja, heb ze gedaan. Maar als ik opgeknapt ben, dan ga ik naar boven toe. En ik zweet met apenzuur. Ik moet eerst van die pijn af, tenminste dat het een beetje te zacht is. Dan ga ik naar boven toe. Dan hang ik deze jurk uit te luchten. Hij is niet smerig, maar ik heb gezweet. Nou, dan wil je eventjes luchten. Ik stink gelukkig niet, hè. Dat vind ik zo gek. Ik stink niet en dat zweet. Dan zeg je wel, je ruikt het toch? Nee, ik vroeger had ik wel een vies geurtje als ik gezweet had. Maar nou, echt niet meer. Nou, ik vind het zeer vreemd. Maar ze zeggen dat het verandert qua je ouder wordt. Oké, het zal ja, je smaakpapillen veranderen, je reukorganen veranderen. Maar dat weet ik niet. Nee. Maar dan ga ik dit ook passen. Ja, ik denk enkel dat ik de mouwen hiervan dubbel moet doen. Maar dat maakt niet uit. Dan doe ik dat toch zo. Ja, dan zijn ze dubbel. Ja, komt helemaal goed. Ik moet over de vloer heen. Ah, en aan de zijkant dan weer schouder knopen. Echt leuk, hè? Ja. Nee, ik vond enkel op die foto zo raar hebben ze dat helemaal uitgerekt. Nou, dat doe je toch niet, dat is toch zonde. Nee, we zien wel hoe dat allemaal gaat en zit en doet. Maar dan ga ik dat even aandoen en ik hou dat dan ook gelijk aan. En ik doe er even een zwarte legging eronder. Ook in deze broektol onderhouden, die is ook zwart, lekker warm. En die is toch een wijd model, ja toch? Simpel. Maar oké, ik ga lekker een bak koffie doen. En als ik dat aan heb, kom ik wel weer door. Laten we dat afspreken. Ik zou zeggen, tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, ik heb mijn nieuwe kleren aan. Ook die zwarte broek die erbij was. Dus ja, het staat me heel mooi, dacht ik zo. En natuurlijk het kleed af, maar ja, ik heb nou eenmaal dat dikke buikje, dus ja, die zie je toch even goed, maar het maakt niet uit. Hij staat me geweldig. Het is geen strakke kool, je kent mijn ketting, ja, die wilde er niet overheen, maar ik draag ze dus wel. Ik kan een andere lange ketting erbij dragen en die ik eroverheen doe, maar niet die bruine. Dat vind ik niet mooi. Ik heb boven nog een goudkleurige, niet echt hoor, met een grote kruis eraan en met allemaal steentjes erin. Ik heb een bijdrage. Ik ben even met de boefafjes thuis. Ja, weer een flinke blok gelopen. Hé, ja nou. En ik ben met op een pensioenboel, dat wil je niet weten. Ik hoop dat ik dan ook vroeg, tenminste bij tijd van bed toe kwam. Af, ja. Hé, jij ook? Ben jij ook af, Elwin? Ja, hè? Nee, maar het is toch wel weer een mooi setje zo bij elkaar. En het is een soort met solbroek. Ja, die wijde pijpen. Nee, die is zo. Dat meisje. Heerlijk, dat weet je. Oh, zo lief. Ja. Och, zo lief. En weer naar beneden. Nou! Wat is dit? Ja, nou ja, lieve vrienden. Ik wens jullie gelijk een hele liefdevolle avond toe. Maak er wat fijns van, wat liefs van, wat moois van. Ja, doe wat voor jezelf als je alleen bent. Geniet ervan.
ben je niet alleen, nou ja, dan maak je het een liefdevolle avond met je partner of je kinderen of je dieren. Het is ook je dieren die moet je liefde geven. Er zijn mensen genoeg die dat niet doen, hè? Nee. Die verwaarloos liever. Ja, hè? Die verwaarloos liever. Met jou, Rijka. Je kapotjes. Ja, je kapotjes. Ja. Oh, goedje. Heel goedje. Oh, goedje. Wat is dat? Wat is dat? Ja, wat is dat? Oh ja. Het is nieuw. Het is nieuw. En een nieuw broek, denk erom. Op de grond weer. Ja. Dat anders gaan jullie maar op de bank. Jullie hebben eten. Jullie kunnen eten wanneer jullie maar willen. Ik moet het weer opwarmen. Ja. Of een dikkie. Ja. Ja. Een boem. Wat is dat nou? Zit ze allemaal bij me? Alsof ze wat van me krijgen? Ik heb niks voor jullie. Nee. Ja. Snoepie. Die Snoepie. Die Snoepie. Oh, zeg dat dan eerlijk. Wat voor dikkie. Wat voor dikkie. Hé, nou, ik zal jullie even hier dan neerzetten. Kijken of dat wil. Ik moet nu wat lager zetten. Ja, en een beetje voorover buigen. Maar hij zit daar vast. Zo. Dan ga ik ook hier zitten. Kom maar. Zo. Beetje rust gaat er nog wel, hè? Goed zo. Grote meisjes. Nou, dan hangen we eentje zonder wat erdoor. Goed zo. Klaar. Time out. Nou naar de bank. Nou naar de bank. Hup. Naar de bank. En wil er nog één erin? Ja. Nou, dan zullen we die ook nog even binnen laten. Ja, toch? Ons meneertje Kandalf. En de honden gaan ook nog gelijk mee om te kijken. Wat ben je nou? Klaar. Rijka. Klaar. Maar je weet het, hè? Waarom moet je dat dan doen? Als er eentje wilt eten, in de poteren staat te bijten. Moet je niet doen. Vind jij ook niet leuk als Robin dat doet? Ja, gaat maar eens een keer. Ga maar lekker liggen. Ja. Je bent een klein stukje geboefte. Ja. Dit is een klein stukje geboefte, hè? Hey. Griebelgrabbelmuisje. Maar, oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet. Probeer ik ook te doen tot ik naar mijn bedje ga.
En dan zou ik zeggen, welterusten en mooie dromen en gezond weer uit je bed zien te komen. Tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei, doei.